Ernst, Bobby en de rest. 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 Heb je aan vieze tantes huiswerk maken, pianoles? Blech. Of aan speelgoed dat steeds stuk gaat, ook de pest. Oh, kijk dan naar Ernst, Bobby en de rest. 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 Bobby! Bobby, kom nou! Hey, Ernst! Kijk eens! Twee bekertjes volle melk. Eentje voor jou en eentje voor mij. Bobby, ik drink alleen maar halfvolle melk. Oh, nou Ernst, let op. Volle melk. Halfvolle melk. Bobby de Boing! Welke Boing? Bobby de Boing van Boerderijberichten! Oh, de Boing van Boerderijberichten, Ernst! Schiet op! Zeg dat dan! Hallo, hier is Sandra Uijer met de Boerderijberichten. Vandaag is een hele bijzondere dag, want Boer Kwartel heeft nieuwe koeien gekocht en die komen vandaag aan. Nieuwe koeien, gezellig, Ernst! Waarom zijn er weer nieuwe koeien gezellig voor jou? Nee, voor jou! Want dan komen we misschien nog familie van je tegen! Ernst, Bobby en de rest. Kijk Ernst, en dat is je oom. En dat is je tante Ernst. En die kleine daar, dat is je neefje met die grote oren. Wat bedoel je? Nou daar, dat hele kleine koetje met die grote oren Ernst. Dat is een konijn. En jij bent geen oelewapper, maar een koelewapper. Ja Ernst, want ik weet alles van koeien. Kijk, koeien zijn hele slimme dieren Ernst. Klopt. Die geven namelijk melk. En als je aan hun staarten draait, komt die melk eruit Ernst. Dat is hartstikke handig. En weet je wat je dan kan doen? Als je ze dan s'avonds voor het slapen gaan wat chocola geeft en je draait aan de staart, dan krijg je chocolademelk. Leuk. En als je dan zo'n koe in de ijskast zet, dan krijg je milkshake. Bobby, dat slaat nergens op. Nee, dat is waar ook. Want je kan ze ook nog bananen geven en aardbeien. Dan krijg je bananenmilkshake of aardbeienmilkshake. Ernst, en maar draaien aan de staart. Bobby, je krijgt geen melk door aan zo'n staart te draaien. Melk krijg je door de uiers. Uienmilkshake, Ernst. Nee, Bobby, niet uien, maar uiers. Kijk, en die zitten daar aan de onderkant van de koe. Oh, wacht maar even, Ernst. Dan ga ik eventjes... Nee, Bobby, dat moet je eerst vragen. Oh, tante van Ernst, mag ik u melken? Nee, soepkip. Sorry, sorry, dat was niet tegen u. Dat was tegen mij, ja. Meekomen, schiet op. Oh, ja, ja. Boer Kwartel, hallo! Boer Kwartel! Hé? Jullie hoeven niet zo te schreeuwen hoor, ik ben niet doof of zo. Wat is er? We willen graag helpen met het melken van de koeien. Nee. Ik ga niet met jullie stoeien, daar ben ik veel te hard voor. De koeien! Oh, de koeien. Zeg dat dan. Praat dan eens wat duidelijker. Gaat ook niet stoeien met de koeien. Weet je, we wel kunnen de koeien melken. Doen we dat wel? Ja, doe dat maar snel. Want om 5 uur gaan die koeien van het land en dan moet dat klaar zijn, begrepen? Ja. Dag. Koeien stoeien, zeg. Ik word hier goed van die gasten. Hé, hey, Ernst, ik weet waarom die koeien voor 5 uur vanmiddag gewolken moeten worden. Hoezo dan? Nou, anders blijft de melk te lang in de koe zitten, dan wordt de melk zuur en dan krijg je yoghurt. Bobby, wat weet jij nou van melk? Nou, Ernst, nou. We gaan melken! Ja! En deze koe geeft melk. Ik weet zeker dat ze het kan. De melk gaat met een vaartje naar de koeienmelkfabriek. Wat maken ze daar dan? Een boter voor je boterham.
Ja, dat doe je met melk. Echte melk van de koe. Je maakt boter, slagroom en vla. Zie je wat ik doe? Ja, dat doe je met melk. Echte melk van de koe. Je maakt boter, slagroom en vla. En het doet je toe. Bobby, zo zit dat dus met melk. Goh, Ernst, ik wist niet dat melk ook kon zitten. Nee, melk kan ook niet zitten. Maar... Ja. Hé, hey, Ernst. Wat is er? We vergeten wat. Wat dan? Dat we de koeien nog moeten melken voor vanmiddag 5 uur. Je hebt gelijk. Kom op. Kom. Man. Het zijn er wel veel, zeg. Hey Ernst, dan moeten die allemaal voor vanmiddag 5 uur gemolken worden. Laten we maar snel beginnen. Ernst, blijf je wel een beetje dicht bij me? Hoezo? Anders herken ik je misschien niet tussen al die koeien. Kom, schiet op. Hier is deze. Ernst. Kom maar. Zo. Oeh. Hoog. Hoog is het hier. Zo. Zo. Goed zo, koe. Wat een klus, zeg Ernst. Maar Bobby, we zijn klaar. En het is... voor 5 uur. Ernst, ik heb nog nooit zoveel melk bij elkaar gezien, zeg. Hoho. Hartstikke. Hé, kom op, we gaan. Oké, daar gaat het, Ernst. Zit je? Alles zit erin. Ernst en Bobby. Mag ik jullie mijn complimenten maken? Tuurlijk, kom maar op. Wat zijn dat, Ernst? Complimenten? Dat doe je als je iets heel erg goeds hebt gedaan. Oh. Jullie hebben deze keer wel heel erg schoon gewerkt, hoor. Nou ja, we hebben natuurlijk wel een klein beetje gemorst met de melk. En daar kwam dat op de koeien. En daarom hebben ze nou witte vlekken. hoe bedoelt u schoon gewerkt? Nou, het is zo schoon dat het lijkt alsof jullie die melkmachines helemaal niet gebruikt hebben. Melkmachines? Ja. Kom mee. Kijk,
Jaren geleden werden de koeien met de hand gemolken. Ja. Maar daar hebben wij natuurlijk alle machines voor. Ja. En deze ziet er zo schoon uit dat het lijkt alsof die helemaal niet gebruikt is. Ja. Ja. Schoon, hè? Schoon, nou, ja. Nogmaals bedankt en tot ziens, hè? Ja, graag gedaan. Ja. Dag. Poppy! Er is een hele machine voor, man. Moet je nou kijken? Ernst, Bobby en de rest. Hallo. Ernst, Bobby en de rest. Bobby. Ernst, Bobby en de rest. 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 Bobby, kom nou. Bobby, wat was dat? Was dat de Boeing? Nee, ik heb mijn hoofd gestoten tegen een bloem, Ernst. Tegen een bloem? Dat doet toch helemaal geen pijn? Ja, maar de pot zat er nog omheen, Ernst. Bobby de Boeing. Nee, de bloempot. Ah, Bobby de Boeing van politie erin gaat af in je rugzak, schiet op. Waarom zeg je dat dan niet, Ernst? Hallo, hier Monica Krappaal met de politieberichten. De stoere kater van de hoofdcommissaris is kwijt. Iedereen de stoere kater van de hoofdcommissaris is kwijt? Ernst, die gaan we wel even vangen. Bobby, fluitje van een cent. Nee, niet een fluitje van een cent. De stoere kater van de hoofdcommissaris. Ja, maar zo zeg je dat, een fluitje. Laat maar, luister. Jij gaat die kant op zoeken. Dan ga ik die kant op zoeken. En... Ernst, Bobby en de rest. Hey Ernst, probeer je twee flesjes tegelijkertijd leeg te drinken? Nee Bobby, dit is nou een verrekijker. Dan kijk ik er doorheen en dan kan ik zien wat daar gebeurt. Lui wammes. Hoezo? Je kan er ook gewoon naartoe lopen en dan kijken wat er gebeurt, Ernst. Hey trouwens, heb je ook een dichtbijkijker, Ernst? Hoezo? Nou, de oplossing is namelijk heel dichtbij. Tadaa! Bobby. En dit is de stoere kater van de hoofdcommissaris? Ja, want ik heb het hem zelf gevraagd. Kijk maar eens, ben jij de stoere kater van de hoofdcommissaris? Yeah! Bobby, dit is een heel klein mormel met een tuttig strikje om. Oh, trek je er maar niks van aan hoor, hij is gewoon jaloers. Bobby, als dit de stoere kater van de hoofdcommissaris is, eet ik zijn pet op. Echt, zet hem nou maar gewoon op de grond en dan gaan we naar de hoofdcommissaris toe en dan gaan we vragen hoe die kat eruit zag. Oké. Hé, hey, pas goed op jezelf, hè. Dag. Ja? Wij zijn het hoofdcommissaris. Als we daar Boeing en Rabbi niet hebben. Het is Ernst en Bobby. Ja. Men spreekt een hoofdcommissaris niet tegen. Nee, oké. Okay. Nou, het gaat even om uw stoere weggelopen kater. Ah, mijn tijger. Ja. Die is bruin met wit en heeft een rode strik om de hals. Nou, eet smakelijk. Weer de peper en zout bij. Ben jij nog helemaal gek geworden? Nee, ik had uw kater teruggevonden. Ja, maar omdat het zo mager scharminkel was... Was mijn tijger een mager scharminkel? Oh. Dat is belediging van een ambtenaar in functie. Eruit. Oké. Ik ben al weg. Hey Ernst, en dan heb je nog geluk gehad. Hoezo? Nou, dat de hoofdcommissaris geen helm op had. Anders had je die nog moeten opeten. Luister Bobby, we weten nou hoe die kat eruit zag. Dus kom. Hey Ernst, maar het is wel gaaf hoor, hey. Huisdier hebben. Waarom hebben wij eigenlijk geen huisdier? Mijn nichtje heeft een cavia en mijn opa wil een pad. Maar wat het dan ook is, een hamster of een vis. Mijn eigen dier is de liefste die er is. Een dier, een dier, een dier om van. Knuffeldier, een dier, een dier,
zo fijn, al zijn ze nog zo klein. Van een kat. Het hoort er allemaal bij. Niet echt vervelend is dat. Het kippenhok moet schoon. Weer lekker fris. Nieuw water voor je vogeltje. En plantjes voor je vis. En dan heb ik voor jou een schepnet. Denk je dat het gaat lukken? Nou, ik zal het even proberen, Ernst. Even kijken. Ja, 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 Ernst. Ik heb beet, ik heb beet, ik heb beet. Zo, hartstikke goed. Bobby in gevecht met twee mensetende vissen. Bobby, je moet die vissen niet vangen, maar die kat. Ja, maar waar is die kat dan? Soepkip, ik heb die vissen neergelegd om die kat te lokken. En die gaan we vangen met dat schepnet. Kom, en we gaan nu de struik in. Schiet op. Oh, hey Ernst, zag je dat die vissen me bijna te pakken hadden? Luister, Bobby. Hey, luister eens. Ik hoor wat. Ik sluip er naartoe. Ja. En als het die kat is, ja, dan tel ik tot drie. Ja. En bij drie doe je met het vangnet. Oké, bij drie. Bij drie. Bij drie, oké. Okay. Oh, daar! Hallo! Hoofdcommissaris. Ernst, waarom liggen die vissen daar op de grond? Potverdrie? Die vissen! Ja. Wat doe jij nou? Ja, ik hoorde potverdrie. Je zei bij drie, dan moest ik vangen met het vangnet. Ernst en Robbie, zijn jullie helemaal gek geworden? Ruim onmiddellijk die vissen op of ik slinger jullie op de boom. Gaan we meteen doen. Ja, oké. Okay. Dag. Dag, hoofdcommissaris. Wat doe je nou? Ja, maar Ernst, gewoon niks aan het doen. Wacht eens, hoor jij het ook? Huh? Bobby, ik zie hem. Hij zit daar boven. We moeten hem lokken met iets. Ik heb een idee. Ik ga op mijn vingers fluiten als een vogel. Nee, Ernst. Een vogel heeft helemaal geen vingers, joh. Dat kan niet. Hij durft niet meer naar beneden. Weet je wat? We pakken een zaag en we zagen die boom om. Ja. Ik heb een beter plan. Wat dan? We halen een ladder. Ja, met een ladder kan je toch geen boom omzagen, Ernst? Schiet op, zoekkip. Ik zie hem, ik zie die kat. Oh, ik zie hem ook. Wacht even, wacht even. Let op, Ernst. Wat ga je nou doen? Wat ben je aan het doen, hoen? Ik doe een vis naar Ernst, daar hou ik katten van, dan lok ik hem. Schiet nou op, Bobby. Ik heb hoogtevrees. Leuke grap eigenlijk. Bobby, wat doe je nou? Nou schop je de ladder weg. En nou is ook nog kat is weg. Nou ja, hij is gewoon naar beneden gelopen. Weet je wat, Ernst? Dan gaan we op een blaadje zitten en dan wachten we tot het herfst wordt en dan dwarrelen we vanzelf naar beneden. Bobby, hoe komen we nou uit die boom? Oké, zullen we een hut maken, Ernst? Bobby! Ernst, Bobby en de rest! Help! 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 Bobby, hoor jij wat ik hoor? Ja, dat was ik. Ik riep help. Nee! Oh. Help!
Of kom eens. Hoe is het nou toch mogelijk dat altijd als er iets misgaat jullie in de buurt zijn? Ja, we wilden uw kat vangen. Mijn kat, die is al lang vanzelf teruggelopen naar huis. En zo zie je maar weer dat ik door mijn jarenlange ervaring en intensieve scheurwerk ook deze zaak tot een goed einde heb gebracht. Zeg, hoe zit het nou? Komen jullie nog mee? We gaan mee, we komen zo. Kom ons maar halen. Dat is wel leuk, Jens. We zijn gered. We komen dadelijk met dat grote ding mee, Jens. De Tessieron snurkel heet dat ding. Daar komen ze. Ja, mooi. Moet ik er overheen springen? Even kijken hoor. Even zien. Oh, dat gaat. Ernst, Bobby en de rest. En moet ik zo? Ernst, Bobby en de rest. Oh, Ernst, Bobby en de rest. 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 Hey, Ernst. Weet jij aan welke kant een hond het meeste haar heeft? Aan welke kant een hond het meeste haar heeft? Nee. Aan de buitenkant. Bobby de Boy. Welke boy? Bobby de Boy van politiebericht gaat af en je rugzak schiet op. Waarom zeg je dat dan niet, hè? Dat zeg ik toch. Hier is Monica Poedelstaart met de politieberichten. Vandaag is het nieuwe dierenasiel geopend. Dierenasiel is geopend, Ernst. Kieken! Wat is dat eigenlijk, een dierenasiel, Ernst? In een dierenasiel zijn beesten die geen baasje meer hebben. Oh, zoals giraffen en ijsberen en nijlpaarden. Meestal gewoon honden en katten. Bobby, wacht nou. Ernst, ik weet alles over honden en katten. Weet jij wat je moet doen als je een hond hoort miauwen? Een hond hoort miauwen? Nou, ja. Dan zou ik maar naar de dierenarts gaan. Ja. Nee, dan moet je naar de oorarts. Kom op. Mooie asiel, hè, Bobby? En ze hebben hier zelfs een alarminstallatie dat er geen honden kunnen ontsnappen. Nee, Ernst, die hond die lijkt precies op jou. Het is toch niet aardig om dat te zeggen? Ah, dat begrijpt hij toch niet, Ernst. Hey, Ernst, hij kijkt zo lief. Mag ik hem meenemen, Ernst? Want hij zit er geen baasje, deze honden. Oh. Bobby, nee. Wat hebben wij nou aan een hond? Ah, Ernst, één hond inderdaad, daar hebben we helemaal niks aan. Maar we kunnen ze allemaal wel meenemen, Ernst. Oh, mag het? Please. Bobby. Laten we even meekijken. Deze is ook leuk, zeg. Hoi, hond. Hoi. Bobby, wat is er aan de hand? Ja, ik weet het niet, Ernst. Ik hoorde wel de alarminstallatie, maar... Bobby, er zijn honden gestolen. Dit moet de hoofdcommissaris weten. Hoe is het toch mogelijk dat er met een alarm toch nog honden worden gestolen? Bobby, wat is dat in je hand? Huh? In je hand. Mijn hand? Andere hand. Andere hand? In je zak. In mijn zak? Van je jasje, andere kant, daar. Wat is dat? Oh, niks. Bobby? Bobby, wat zijn dit? Volgens mij zijn het honden, Ernst. Bobby! Huh? Ja, Ernst, ik vond het zo zielig, want ze hadden geen baasje. En toen heb ik het kootje opengemaakt en toen dacht ik neem ze maar Bobby, mee. Deze honden gaan terug naar het asiel. En ik ga het ook nog eens eerlijk vertellen. Jij blijft hier wachten. Ja. Ik ben het met je eens dat het een hele... Ja? Ik bel je terug. Hallo, hoofdcommissaris. Zo, Bebst. Het is Ernst. Men spreekt een hoofdcommissaris niet tegen. Daarbij heb ik geen tijd. Er is ingebroken in het asiel. 3 honden weg. Een dier uit het dierenasiel moet bij een goed baasje terechtkomen en niet bij een dief. Als ik die dief te pakken krijg, gaat hij voor 10 jaar de gevangenis in. Nee,
We stoppen hem in het dierenasiel. Dat zal hem leren. En waar kwam jij voor? 10 jaar de gevangenis in? Nee, het dierenasiel. Ik was eigenlijk... tot ziens. Vervelende jongen. Trouwens, die andere ook. Hoe heet die ook alweer? Oh ja, Bobo. Oh, Ernst. En? Mag ik ze houden? Mag ik ze houden, Ernst? Kom. Hé? Nou, kom, jongens. We gaan. Hoepsakee. Daar naartoe. Lopen maar. Yo, gezellig. De hondjes waar ik echt voor viel, zaten wachtend in een druk asiel. Ze hadden voedsel, maar helaas, de hondjes hadden geen baas. Ze keken met oogjes donkerblauw, eerst naar mij en toen naar jou. Spelen wilden ze met ons twee. Ieder beestje wil een baas, al ben je een konijntje of een haas. Je wilt toch ook een pa of moe, en 's avonds naar je huisje toe. En als je dan van dieren houdt, dan laat het je echt niet koud. Dan wil je vriendjes met ze zijn. Ja, dierenvriendjes vind ik fijn. En dan zijn we ons leven lang bij elkaar en nooit meer bang. Samen op vakantie gaan en nooit meer er alleen voor staan. Dan breken goede tijden aan, van naar het strand of naar de speeltuin gaan. En lekker dollen in het gras, zo ik wou dat je al mijn vriendje was. Hondjes aan de lijn, 3 kleine bakjes hondenvoer, waar ik dan extra vlees doorroer. En lekker water, ja, elke dag. Ik zorg dat dat altijd mag. Ik vind elk hondje echt een schat. Ik wou dat ik die hondjes, die lieve kleine hondjes, ik wou dat ik die Ernst, ik ben hartstikke moe, zeg, van het lopen. Bobby, die hondjes zijn hartstikke klein, die hebben net zo ver gelopen en die zijn nog helemaal niet moe. Ja, maar die beesten hebben 4 benen en ik heb er maar 2, Ernst. En wat moeten we nou met die honden? We moeten gewoon een nieuw baasje voor ze vinden. Eentje die heel erg goed voor ze zorgt. Ja, maar Ernst, mogen ze dan bij ons blijven? Dan kunnen ze slapen bij ons in de slaapkamer. Dat stinkt toch. Ah, daar wennen die dieren wel aan, joh. Leuk. Kijk nou. Dat zijn zij! Dat zijn jullie! Bobby, daar staat gezocht. Daar staat het als je deze honden ziet, dat je dan de politie moet bellen. Ah, Ernst, ik ga ze heus niet bellen. Ik hou dat wel stil. Bobby, jij wel. Maar wat gebeurt er als andere mensen die honden herkennen? Ik weet wel wat. Kom op. Ernst, Bobby en de rest. Goed, Ernst. Niemand herkent ze zo. Maar waarom piepen ze nou? Ik denk dat hun hoofddoekjes kriebelen of... Oh. Ze hebben natuurlijk honger. Honger? Hebben jullie honger? Zoek de dierenwinkel! Bobby! Hoezo? Stoppen! Hallo! Heeft u zich bezeerd? Oh, zeg maar je, hoor. Ik zeg het tegen deze mevrouw Soepkip. Oh. Heeft u zich bezeerd? Soepkip? Nou, Bobby. Oh. Nee, hoor, dat gaat wel. Oh, gelukkig. Valt best wel mee. Maar wat zie ik? Wat hebben jullie een schattige hondjes. Ja. Die heb ik nou zelf altijd graag willen hebben. Meent u dat nou? Wat,
We zoeken eigenlijk nog een baasje voor ze. Meen je dat? Ja, maar dan moet u wel beloven dat u heel goed voor ze zal zorgen. Ja, natuurlijk. En ze hebben ook een klein beetje honger. Nou, weet je wat? Ik ga gelijk eten voor ze kopen. Ja, oké. Goed idee. Dag jongens. Dag jongens. Dag. Zo, Ernst, we hebben het goed opgelukt. En hebben ze een baasje en de honden zijn eindelijk allemaal goed. En wat is hier aan de hand? We hebben de honden teruggevonden. Ja, en ze hebben meteen een nieuw baasje. Ja. Nou, mooi. Dan zie je maar dat ik ook deze zaak weer heb opgelost. Dankzij mijn jarenlange ervaring en mijn intensieve speurwerk. Ja. Ernst en Bobby. Tot ziens. Of heten jullie eigenlijk anders? Nou ja, dat doet er ook niet toe. Hij zegt Ernst en Bobby. Ernst en Bobby. Hij zei het goed. Hij zegt altijd fout. Hij zegt altijd fout. Ernst, Bobby en de rest. Slorpje en Burpie. Ernst, Bobby en de rest. Ernst, Bobby en de rest. En de honden zijn weg. Ernst, Bobby en de rest. Ernst, Bobby en de rest. Zo, even kijken. Zo, hé. Ha, precies dat. Wat ben jij nou aan het doen? Ernst, weet jij hoeveel tandpasta er in een tube zit? Nee. Nou, van de badkamer helemaal zo tot hier. Bobby de Boing. Welke Boing? Bobby de Boing van politieberichten gaat af in je rugzak. Schiet op. Hallo, hier Monica Constrictor met de politieberichten. Er is vandaag uit de dierentuin een slang ontsnapt. Het is een gevaarlijk dier, dus kijk uit de goed dierentuin. Uit de straat. Die gaan we zoeken. Ah, Ernst, de dierentuin hoef je niet te zoeken. Dat is gewoon hier de straat uit en dan de tweede links. Ik weet iets leukers, we gaan naar de kinderboerderij. Ja! Bobby! We gaan niet op zoek naar de dierentuin. We gaan op zoek naar de slang die uit de dierentuin is ontsnapt. Soepkip. Is er een soepkip ontsnapt, Ernst? Nee, Bobby. Er is een slang ontsnapt en die soepkip die staat recht voor me. Oh, de soepkip staat recht voor me. Heel goed. Hallo, meneer Soepkip. Mijn naam is Bobby. Aangenaam. Er is een slang ontsnapt. Ga weg. Nee, ik ben er net. Bobby, ja. We gaan naar de dierentuin. En nee, we gaan naar de kinderboerderij. Naar de dierentuin. Kinderboerderij. Dierentuin. Klaar. We gaan naar klaar. Ja. Nee. Bobby, ik heb een plan. We gaan nu op zoek naar die slang. Dan zien we elkaar over een uur terug in het park. En dan gaan we naar de kinderboerderij. Goed plan, Ernst. Fijn. Dat zou mij kunnen zijn. Dag. Ernst, Bobby en de rest. Overal gezocht. En niks gevonden. En dat is logisch, Ernst. Hoezo? Nou, het is logisch dat je niks hebt gevonden, want ik heb hem al gevonden. Echt? Echt. Ik heb de slang gevonden, ik heb hem in de zak gedaan en teruggebracht bij de dierentuin. En je was niet bang? Nee, natuurlijk niet. Hey, Ernst, gaan we dan nu naar de kinderboerderij? Ja, maar we gaan het eerst even vertellen. Aan wie? Kom. Ja? Hallo. Ber en Orrie, ik heb vandaag even geen tijd voor jullie. Ja. Er is een gevaarlijke slang ontsnapt. Nee, het is Ernst en Bobby. Men spreekt een hoofdcommissaris niet tegen. En nou, ophoepelen. Misschien heel even wachten, hoofdcommissaris, want wij hebben namelijk goed nieuws. Ja, we gaan naar de kinderboerderij. Nee, Bobby. Je had zelf gezegd dat we naar de kinderboerderij gingen. Ja, maar dat is niet het goede nieuws. Dat is wel goed nieuws. Nee, ja, Bobby. Kan iemand mij even vertellen wat hier aan de hand is? Bobby heeft de slang teruggevonden. Ja, geweldig. Ja, hallo. Hier de hoofdcommissaris en alle agenten. De gevaarlijke slang is gevonden. Jullie kunnen ophouden met zoeken. Jongens, bedankt. En nou, ophoepelen. Ja, ophoepelen naar de kinderboerderij. Doei! Ga mee met mij naar de kinderboerderij. Naar de schapen en de koeien, hoor ze maar eens lekker loeien. Ga mee met mij naar de kinderboerderij. We geven alle dieren voer, we doen hetzelfde als de boer. Lang leven de kinderboerderij. De koeien staan te zonnen en de geiten stappen vrolijk in het rond. De varkens liggen in de modder en de schapen zitten op de grond. De duiven zijn aan het koeren, het paard staat lekker in de wei. Ha! We gaan ze lekker voeren. Jongens, kom maar eens bij mij. Kom maar. Ga mee met mij naar de kinderboerderij.
eens lekker loeien. Oh, wat zijn die beesten blij. Ga mee met mij naar de kinderboerderij. We geven alle dieren voer, we doen hetzelfde als de boer. Lang leven de kinderboerderij. Hey Bobby, hoe heb je eigenlijk die slang teruggevonden? Nou, hartstikke makkelijk, Ernst. Ik ben naar het tuincentrum gegaan en heb ik een paar meter van die slangen gekocht. En die heb ik bij de dierentuin gebracht. Goed, hè? Slang gekocht? Ja, ik heb nog een klein stukje over. Hier, hè. Hier, kijk. Tuinslang? Ja? Je hebt gewoon tuinslang gekocht. Ja, slim, hè? Soepkip, er is geen tuinslang ontsnapt. Er is een echte levende slang ontsnapt. Ah, Ernst, een slang is eigenlijk maar een heel klein beestje met een hele lange staart. Ja, Bobby, maar dat hele kleine beestje met die hele lange staart is wel levensgevaarlijk. En weet je wat ook levensgevaarlijk is? Nou? Dat er nu dus een echte slang ergens rondloopt, zonder dat iemand dat weet. We moeten die echte slang terugvinden, Soepkip. Wacht eens even. Soepkip? Bobby, slangen houden heel erg van kippen. En nog veel meer van kleine kuikentjes. En waar zijn heel veel kleine kuikentjes? Op de kinderboerderij! Ernst, we moeten die slang vinden. We moeten ervoor zorgen dat hij geen kleine kuikentjes opeet. We moeten hem tegenhouden. We gaan snel naar de ingang. Kom mee, kom. Bobby, die slang mag de kinderboerderij niet in. Nou, maar Ernst, dan zetten we toch gewoon een bordje neer met 1 gulden toegang. Hoezo? Nou, dat kan die slang nooit betalen. Dus komt hij er ook niet in. Erg grappig. Ja. Ik heb een beter idee. Oh. Ik ga een kuil graven. Ja? Daar doe ik dan vlees onderin. Ja? Dan ruikt die slang dat, komt op die kuil af, valt in die kuil en dan stop ik hem in deze zak. Nee, want Ernst, die slang die ziet die kuil toch zitten? Nee, want een slang kan heel goed ruiken, maar een slang kan heel erg slecht zien. Nee, wacht even. Maar je hebt ook een brilslang, Ernst. Die kan het wel zien. Kom, ga jij naar die kuikens, ja? Stop ze allemaal in een kooi voor de zekerheid. Ja. En ik begin met die kuil. Schiet okay, op! Doei! Ernst, ze zijn er allemaal. Ik heb ze net geteld. Wat zijn ze lief, hè? Bobby. Kom. Wat is hier aan de hand? Een kuil graven voor de ingang van de kinderboerderij? Wat ligt hier? Wat is dat voor een vies ding? Oh, dat is de slang. Dat is... Weet je wat? Stop nu dat vieze ding maar even in deze zak. Zo. Oh, en... Wat doen we met deze kuil? Die gaan we straks meteen dichtgooien, hoofdcommissaris. Ja. En het zal ook nooit meer nooit voorkomen. Meer, nee, nooit meer. Goed zo. Nou, dan zie je maar weer dat ik ook deze zaak weer tot een goed einde heb gebracht. Dankzij mijn jarenlange ervaring en mijn intensieve speurwerk. Ja. Oké. Okay. Tot ziens. Dag, hoofdcommissaris. Bobby, we hebben hem! Oh, is kijk er eens in. Ja. Oh, hij zit erin. Hij zit de rest. Bobby, ga jij Ernst, Bobby en de rest. 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 Bobby! Bobby! Bobby, kom nou! Ernst! Ernst! Het is blauw en niet zwaar. Blauw en niet zwaar? Ik weet het niet. Lichtblauw. Grappig. Maar Bobby, luister. Vandaag hebben we geen tijd voor grappen. We gaan schoonmaken. Moet je kijken hoe het poortwachtershuisje eruit ziet. 2 torentjes, 3 ramen en een deur. En het ziet er prima uit. Nee, dat bedoel ik niet. Het ziet er vies uit en daarom gaan we schoonmaken. Alsjeblieft. Nee, ga jij maar schoonmaken. Ik ga naar de speeltuin lekker klimmen en klauteren. Doei! De boink! Nee, ga jij de boink maar schoonmaken. Ernst, ik ga naar de speeltuin. De boink zit in je rugzak. Schiet op! Oh.
Hier is Bianca Zeepsop met de kasteelberichten. Het is vandaag de eerste dag van de lente. Ernst, de eerste dag van de lente. Laten we iets leuks gaan doen. Naar de speeltuin. Ja! Hey Bobby, op de eerste dag van de lente doe je de lente schoonmaak. Bobby! Bobby! Hey, Bobby! Bobby, Bobby, waar ga je nou naartoe? We moeten schoonmaken. Ernst, het is hartstikke mooi weer. We gaan lekker naar de speeltuin. Dat schoonmaken komt later wel. Hey Ernst, zou je kasteel weer gaan verhuizen of gooit je dit allemaal weg? Bobby, ik weet het niet. Ernst, wat is die? Zou je deze ook weggooien, Ernst? Bobby, houd hem op. Kom hier met die kooi. Daar zijn jullie net op tijd. Komen jullie even mee naar mijn kantoortje? Ik heb een mooi klusje voor jullie. Ik heb helemaal geen zin in een klusje. Laten we lekker naar de speeltuin gaan. Dan nemen we de vogel mee en dan komt... Ernst, heb je de vogel gelaten? Gewoon hier op de... Bobby? Hij is weg. Bobby. Hij is weg. Wat nou, Ernst? Sambabi. Goed dat jullie er zijn. Er moet schoongemaakt worden. Ah, de lente schoonmaak. Oh, nee. Oh. Ja, het hele kasteel moet schoon. Jullie hebben misschien die vogel buiten zien staan. Nou, die heb ik net gekocht. En een nieuw huisdier moet je ontvangen in een schoon huis. Moet dat? Ja, zeker. Het hele kasteel moet schoon. Het is een zeldzame en dure vogel die absoluut niet tegen stof kan. Nou, en geen getreuzel en gebabbel. Vooruit, hup, aan het werk, jongens. Wie verpleit je toch steeds die deuren, Ernst? Bobby, we hebben de vogel... Bobby! We hebben de vogel van het kasteel hier laten ontsnappen. Ernst, het is verschrikkelijk. Kom, we gaan naar de speeltuin. Ben je nou nooit serieus? Ernst, ik ga serieus naar de speeltuin. Bobby, we moeten die vogel vinden. Vogels zouden zijn, het zal je gebeuren.
Bobby, we moeten die vogel lokken. Ik heb een plan. We gaan broodkruimeltjes op de grond strooien en we gaan hem daarmee lokken. Kom op. Ed, was het een rode vogel? Ja, een rode vogel. Kom op. Met blauw? Met blauw. En paars? En paars. En de witte snavel? En de witte snavel. Staat hij? Waar? Waar? Bobby, kijk. Bobby, kijk. Bobby, kijk. Bobby. Daar. Daar. Boven, daar zit hij, in de torenkamer. Ernst, hij is gewoon een rondje gevlogen. Ja, kom. Ernst en Bobby, zijn jullie al klaar met schoonmaken? Nou, daar gaan we dadelijk mee beginnen. We gaan nu eerst naar de torenkamer. Ja, geen sprake van. Ik heb net de trap geboend. En wat moeten jullie eigenlijk doen in de torenkamer? Nou, uw vogel... Wij gaan van het uitzicht genieten. Nee, geen sprake van. Dat kan ook nog wel een andere keer. Vandaag zijn wij aan het schoonmaken. Hup, hup, vlug. Hey Ernst, weet jij waarom vogels in de winter altijd naar het zuiden vliegen? Nee. Omdat het te ver is om te lopen. Bobby, doe nou eens serieus. Die dure vogel van de kasteelheer, die zit in die torenkamer en wij kunnen er niet bij komen. Bobby, we moeten wat doen. Ernst, we moeten wat doen. We moeten naar de speeltuin toe om te gaan klimmen. Bobby. Bobby. Wat? Je bent fantastisch. Ah, ik ben fantastisch. Ik heb het altijd al geweten, Ernst, dat ik fantastisch was. Bobby, moet je kijken. Ik heb hier een haak, een touw. Ik gooi deze haak in het raam van de torenkamer. En dan moet jij eens opletten. 1, 2, 3. Zo, Bobby. En nou ga jij klimmen. Ik? Ja, jij bent de lichtste van ons twee, dus jij gaat klimmen. Naar boven. Nee, maar Ernst, ik ben ontzettend aangekomen de laatste tijd. Hele dikke wangen gekregen, heel zwaar. Bobby... Eigenlijk is het wel een goed idee, Ernst, want ik ben daar lichtgeel, dus ben ik het allerlicht. Help je me even naar boven? Is goed. Oké, Bobby, naar boven. Oké, Bobby, je kan het. Kom op. Kom op. Je kan het. Bobby, nog een klein stukje. Je bent er bijna, nog een klein stukje. Hoi, Alice. Ik dacht dat jullie de keuken aan het schrobben waren. Maar we zijn even aan het uitrusten. En waar is Bobby? Die hangt ergens rond. Oké, Bobby. Je kan weer. Ernst, ik zit vast. Help. Ik zit vast. Hè? Ik zit vast. Ernst, help! Ja. Helpie! Ik kom eraan. Wacht, ik kom eraan. Ernst! Wie is dat? Ernst, gezellig dat je er bent. Kun je ook van het uitzicht genieten, Ernst? Moet je kijken, als je daar kijkt, is Bobby, het een stad. En hij heeft het raam dicht gedaan. Oh, ah, maakt niet uit, Ernst. Ik vond toch wel dat het een beetje tocht, hè. Bobby, we gaan klimmen naar boven. Kom. Oké. Ernst, ik ben daar. Wacht even. Ja, ik ben binnen. Bobby. Kom, Ernst. Yeah.
De been erin. Ik heb Bobby. Je. Ik heb je. Oh. Hey, Ernst, waarom zijn we eigenlijk hier? Die vogel. We moeten de dure vogel van die kasteel hier vangen, weet je nog? Hey, Ernst, nou is dit wel geen speeltuin, maar je kan hier wel lekker klimmen. Bobby, daar is hij. Heb je. Wat doen jullie hier? Zo, jullie hebben mijn vogel meegenomen. Ja. Nou, net op tijd. Het is namelijk precies op tijd voor zijn dagelijkse rondje. Zijn dagelijkse rondje? Bobby, wat een fantastisch idee trouwens om hier schoon te maken. Schoonmaken? Juist. Ik, kasteelheer, Juris Fleuris, Valentijn van Bergenal tot Beukendijk, ben jullie eeuwig dankbaar. Waar is de champagne? Ja, maak hem maar open. Nou ja, dat was toch een afschilderij. Niks aan de hand. De vogel! Ernst, Bobby en de rest. Ernst, Bobby en de rest. Ernst, Bobby en de rest. Ernst, Bobby en de rest.